Hallo collega's, wij hebben jullie beloofd, naar aanleiding van de casuïstiek die we een aantal weken geleden aan jullie hebben doorgestuurd, dat we een digitale terugkoppeling zouden doen van het uurtje van de Omgevingswet met betrekking tot de uitwerking van de horeca. Nou, zoals je ziet, we gaan dit dus digitaal doen. Op de achtergrond word ik ondersteund door Jamie, die mij door de pagina's heen helpt. En aan de Yes. andere kant zit er een regisseur genaamd Max Brouwer. Dus we gaan van start met het behandelen van. Jamie, je mag het volgende paginaatje klikken. Hoe gaat dit uurtje eruit zien? Nou, we gaan eerst even een korte update doen over de leerkring sinds de corona. Nou ja, de gezamenlijke aanpak van de OD's staat even stil op dit moment. Alle onderwerpen worden nu per OD uitgewerkt. Dat betekent dat eigenlijk we binnen onze eigen organisatie alle vijf de thema's gaan uitwerken en deze delen met de overige omgevingsdiensten binnen Zuid-Holland, welke ook dergelijke bewegingen aan het maken zijn op het digitale vlak. Nou, er komt dus één kernteam per onderwerp en dan gaan we het hebben over de tankstations van Mart in februari, de detailhandel van Jamie in maart. De garagebedrijven van Nico in april. Het agrarisch gedeelte met Suzanne doen we in mei. En daarnaast de glastuinbouw in Johan in juni. En de andere kernteams worden op een ander tijdstip uitgebreid. Maar dat staat nog even op hold natuurlijk, omdat blijkt natuurlijk dat de omgevingswet misschien nog wel een jaartje gaat wegblijven. Dus dat gaat allemaal misschien door. Nou ja, hoe zag dit uurtje eruit? We zijn aan de slag gegaan met het bal en de bruidsschat en het omgevingsplan. We hebben dus een casus uitgestuurd naar iedereen en we hebben een redelijke respons gehad van een 10, 12 personen die uitgebreid dit hebben ingevuld. Wellicht dat sommigen geen tijd hebben gehad of geen mogelijkheden hebben gezien. Treur niet, een volgende keer gaan we proberen het volledig digitaal te doen. Dat betekent dat we met elkaar gaan overleggen en dat we de groep gaan opsplitsen digitaal. De uitwerking daarvoor, daar zijn we nog mee bezig, maar daar komen we op een later tijdstip nog wel even op terug. Wat hebben Jamie en ik gedaan? Wij hebben jullie antwoorden eigenlijk toegevoegd aan de casuïstiek die we zo gesteld hebben. Nou, het ging dus over het geen vetafscheider aanwezig hebben, de afvoer van bakdampen, geluidsoverlast, de lekdichtheidcontrole bij koelinstallaties. Melding opstarten van een bedrijf en zwerfafval om de inrichting. Daar hebben jullie dit schema bij aangeleverd, wat de bestaande activiteitenbesluit, de regeling en de F-gassenverordening is. En die zijn we verder gaan uitwerken voor jullie. Wat wij uiteindelijk voor de nieuwe wetgeving hebben wij de artikelen samen uitgewerkt, wat wij dachten dat de oplossing ging worden in de nieuwe situatie. Daar zijn een aantal artikelen bij naar voren toegekomen. Bij de vetafscheider kwamen we uit op de bruidsschat. En bij de afvoer van de bakdampen kwamen we uit op het omgevingsplan. Dat is nog niet gerealiseerd. Daar is alleen de paragraaf voor aangemaakt. En het bruidsschat artikel 2.3.14.4. Dat kan je eventueel opzoeken in de bijlagen die je gehad hebt van ons. Daarnaast hebben we bij geluidsoverlast iets gevonden in het omgevingsplan, artikel 256. En daarnaast ook in de bruidsschat onder 234.2.2 in het eerste en derde lid. Daar staan de oude en vertrouwde schema's waar de decibellen worden aangegeven die geproduceerd mogen worden op bepaalde tijdstippen. Daarnaast hebben we de legdichtheidscontrole gedaan en dan kwamen wij tot de conclusie nog steeds hetzelfde, de Europese regelgeving. Daarnaast hebben we het opstarten van het bedrijf gehad. Nou ja, er bestaan geen rijksregels voor horeca in het bal. Dus 2017, 2018 gelden alleen als er milieubelastende activiteiten instaan uit het hoofdstuk 3 en 4 vanuit het bal. De gemeente kan zelf bepalen of ze dit willen regelen. En zo ja, welke regels voor hier opgenomen moeten worden in het omgevingsplan. Dus Dus. eigenlijk inderdaad 2017 en 2018 zijn puur indieningsvereisten. Indieningsvereisten. Dus het komt in het omgevingsplan 2.3.14.2. En daarnaast hebben we nog het zwerfafval om de inrichting heen. Jamie, kan je naar de volgende sheet? Ik Nou zie. goed, geeft niet, we gaan rustig verder. Daarbij hebben jullie een groot aantal mensen hebben ingeleverd en dat heeft ons toch wel tot een aantal nieuwe inzichten gedwongen, gelukkig. Daarbij hebben we het schema hebben wij aangepast op de artikelen
waar wij denken dat ze daadwerkelijk over toepassing is. En die onderwerpen die staan eventueel nog ter discussie. De punten per terugkoppeling die gaan naar OD.nl toe. Daar proberen we, zoals we ook in de vorige sessies eigenlijk hebben aangegeven, deze informatie te delen. En daar proberen we het bal, het omgevingsplan, de bruidschat en dergelijke op een juiste manier aangepast te krijgen, zodat wij er in de praktijk in de toekomst gewoon goed mee kunnen werken. Nu komen we eigenlijk op waar we de nieuwe inzichten hebben gekregen. Als je dus hierop kijkt, zie je een aantal dingen die we hebben groen gemaakt. En dat zijn eigenlijk de aanvullingen geweest die door jullie zijn aangeleverd en door ook door ons eigenlijk zijn gehonoreerd. Dus zelfs ondanks dat Jamie en ik ook net zo lang als jullie erin hebben zitten zoeken, kwamen jullie toch nog met aanvullende artikelen hierover. Volgende sheet, Jamie. Daarnaast, hier staan de artikelen in het groen vermeld, zijn de artikelen die we hebben gehonoreerd en waarvan wij denken samen met jullie dat die moeten worden toegevoegd als er een desbetreffende overtreding is. Daarnaast staan er ook een groot aantal artikelen in het rood genoemd. En die artikelen die in het rood genoemd zijn, die hebben we ook verder onderzocht. Echter, hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze artikelen in ieder geval niet van toepassing zijn op deze artikelen. Jamie, kan je naar de volgende sheet eventueel? Ik stel voor deze. Oké, nou, dan komen we eigenlijk bij de lekdichtheidscontrole. De lekdichtheidscontrole. Oh, sorry, gaan we nu terug? Zitten we één sheet verder? Oh, wow. Ja, dat kan ook gebeuren in een gewone sessie, ja. Mensen. Dus we gaan gewoon weer een sheetje terug en we gaan weer verder. Bij de lekdichtheidscontrole, daar spraken wij over dat het de Europese verordening was en dat die ongewijzigd bleef. Wij zijn daar even dieper ingedoken in de artikelen die jullie ons hebben aangeleverd. En daarbij realiseerden we ons eigenlijk dat op een drietal onderdelen, waaronder ammoniak, is het bal dus wel van toepassing. Verderop hebben we de sheets nog iets verder uitgewerkt. En dan geven we er even bij aan onder welke dingen dat dan daadwerkelijk van toepassing is. Nou, het zwerfafval, daar vielen ook wat artikelen af. En bij de melding van het opstarten van een bedrijf viel ook het bruidschartartikel 8.11 af. Jamie, je mag van mij naar de volgende sheet. Goed. Bijvoorbeeld, we hebben 4.407 hier staan. Paragraaf voedingsmiddelen industrie. Dat geldt dus niet voor de kleine horeca. En waar wij eigenlijk de casuïstiek op gemaakt hebben, is op de horeca. Dus daardoor is het artikel niet van toepassing. We geven jullie hierbij ook wel aan. Kijk dus even goed naar het paragraaf die erboven staat vermeld waarop het artikel van toepassing is. Want wij lazen ook inderdaad dat artikel is perfect van toepassing. Alleen blijkt de paragraaf dus niet van toepassing te zijn hierop. Let daar even op. Wat Jamie en ik ook constateren is, Ctrl F kan dus dodelijk zijn. Want je vindt dus met Ctrl F, Ctrl Find, vind je dus bepaalde onderdelen. Maar aan de andere kant mis je dus vaak paragrafen. Dat is best wel een aandachtspuntje. Ja, dus de 4407 is een perfect artikel voor de vetafscheider nodig hebben. Alleen inderdaad bij de grote voedingsindustrie, dus de grote fabrieken, daar geldt dit artikel alleen voor. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, daarnaast hebben we nog het zorgplichtartikel. En het zorgplichtartikel is eigenlijk ook niet van toepassing op de kleine horeca, omdat het als milieubelastende activiteit in artikel 2, tweede hoofdstukken 2 tot en met 5, niet wordt genoemd. Dus net wat Jamie ook al aangaf, perfect artikel, alleen niet voor de horeca. Dus ook weer, kijk goed naar de paragraaf, kijk naar de indeling, wat is de toepassing van het artikel. En bij de bruidschat gaat het over huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Dus algemene regels over het bouwen en stand houden van bouwwerken was ook niet van toepassing. Kunnen volgende sheet, Jamie? Ja. Nou, de afvoer van de bakdampen. 4415 was voedingsmiddelenindustrie, net als we eigenlijk op de vorige pagina hebben aangegeven. Topartikel, alleen niet de juiste paragraaf staat het in. Volgende artikel 211 zorgplicht, nou ja, eigenlijk weer hetzelfde. Het wordt dus niet benoemd in de activiteiten van hoofdstuk T tot en met 5. En daardoor ook niet van toepassing. Dus wat blijft is gewoon de bruidschat. Komen we bij geluidsoverlast. Daar werden een aantal artikelen aangetragen. Trillingen van de bruidschat heeft wel samenhang met geluid.
maar is ook hier niet van toepassing. Bij het omgevingsplan 255 is ook het artikel voor het toepassingsgebruik niet toepasbaar, om het maar even zo te zeggen. De volgende 2243 en 2252 van de bruidschap is voor het gebruik van bouwwerken en dus niet van toepassing op geluidsoverlast. En 2311 is een algemeen toepassingsbereik artikel, dus verviel in onze ogen ook. En het omgevingsplan, daar kunnen geluidsregels voor evenementen in opgenomen worden. Volgende, Jamie. Yes. De lekdichtheidscontrole. Nou, daar hebben we dus 325 artikel 315 bal is het artikel voor de aanwijzing milieubelastende activiteiten. En daaronder in het geel vermeld is 4.4.3.2 en alle vervolgartikelen. Dat gaat dus over ammoniak, kooldioxide en koolwaterstoffen. Uit mijn hoofd vandaag gesproken, even praten, kennis vanochtend opgedaan. Ammoniak en kooldioxide zijn dus beide 10 kilo installaties en koolwaterstof installaties betrof het 5 kilo of meer. Dit gaat dus niet over HFCK's of HFK's. Die twee verordeningen blijven dus ongewijzigd van toepassing. Dus let hierop ook als je gaat controleren wat voor type installatie heb ik dus tegenover mij staan bij deze horeca-inrichting. Dat is dus van belang. Nou, het volgende is het opstarten van het bedrijf. Het is een melding, kennisgeven, informatieverplichtingen en overgangsrecht. Artikel 8.11 is dus niet van toepassing hierop. De volgende dingen hebben we gewoon wel toegevoegd. Sorry. Ja, dus eigenlijk inderdaad voor horeca geldt geen directe meldingsplicht in het bal. Dat moeten de gemeentes eigenlijk opnemen in hun omgevingsplan / bruidschat. En anders vallen ze eigenlijk buiten de wetgeving dus. Ja. Dus dat moet, per gemeente moet dat ingeregeld worden. Nou, Jamie, volgende sheet. Zwerfafval. 377 onderhoud van de openbare ruimte. Verwijst ook weer naar die milieubelastende activiteit uit artikel 2.1 hoofdstuk 2 tot en met 5. Het is geen milieubelastende activiteit, dus die kan je ook niet toepassen. En 265 het omgevingsplan is een verkeerd toepassingsbereik. Daar staat namelijk welstand boven vermeld in het omgevingsplan. Dus lijkt dit ook voor ons niet van toepassing. Ga je weer, staat dus weer een perfect artikel, andere paragraaf, goed opletten, niet toepasbaar. Ja, dit was... Ja, dit was de laatste van de 6 voorbeelden. Ja. Dan dus hebben we inderdaad nog, na deze sheets hebben we nog inderdaad de artikelen staan. Die kan je dan nog even nalezen. En verder is inderdaad, als, denk ik, als er opmerkingen zijn inderdaad, of nog dat wij nog iets missen. Nou, graag inderdaad ons daarvan op de hoogte houden en een mailtje sturen. Ja. Dat wij dat nog kunnen bewerken. En laat ons weten wat je ervan vindt. Hey, en dankjewel. En hier laten we het bij. En tot de volgende keer in een weer iets andere opzet. Groetjes. Hoi. Doei.